Werkzaamheden Tawayari Polderweg in volle gang. De asfalterings-, ontwaterings- en bestratingswerkzaamheden aan de Tawayari Polderweg te Criola in het district Saramaka zijn in volle gang. De weg is ongeveer een week terug over een strekking van 1,2 kilometer voorzien van de eerste asfaltlaag. Het volledig project behelst werkzaamheden over een strekking van 2,5 kilometer. Bij het resterende deel worden de laatste werkzaamheden verricht om ook dit deel te voorzien van een asfaltlaag. Het burgerinformatiecentrum van Saramaka maakt hiervan melding op dinsdag 17 september 2019. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.